Hi, Sjoerd van Bax Music. Dit hier is de Divine Onyx 12A. Een actieve 12 inch luidspreker. Die kun je gebruiken als vloermonitor. En daarvoor kun je hem makkelijk op zijn zijkantje leggen. Op deze manier. En dat makkelijk gaat vooral omdat hij vier handvaten heeft. Eén boven, één onder en aan beide zijkanten. Daar is hij ook voorzien van een M8 schroef draad en daarmee kun je hem dus via uh, rigging ogen kun je hem gaan ophangen in een truss of aan een plafond of daar waar je hem wil gebruiken. Want dit is een veelzijdige luidspreker die niet alleen als vloermonitor uh, dienst kan doen maar ook als front of house of wanneer je dus bijvoorbeeld een single songwriter bent voor kleine optredens in een kroegje. Zet je er twee neer dan heb je waarschijnlijk al genoeg tot zo'n 50-100 mensen. Hoe fijn is dat? Aan de achterzijde vinden we een aantal mogelijkheden voor aansluitingen en voor toonregeling en dat ga ik je zo meteen laten zien. Maar de ingebouwde versterker levert 300 rms watts, echte watts met een piek van tot 1200 watt en dat is nogal wat. We gaan hem omdraaien dan kan ik je laten zien wat er allemaal mee mogelijk is qua inpluggingen en uitpluggingen. Dit is de achterzijde van de Onyx 12a van Divine. Aan de onderzijde vinden we het aansluitpunt voor het netsnoer en de aan- en uitschakelaar. Dit is de ventilator om de ingebouwde versterker te koelen. En dan komen we hierboven bij het aansluitpaneel. Links boven het hoekje vinden we een 3,5 mm jack-ingang. En dat is de zogenaamde auxiliary-ingang voor het aansluiten van je MP3-speler bijvoorbeeld. Daaronder vinden we een XLR-aansluiting en een jack-ingang. En een schakelaar om te kiezen tussen lijn- en microfoonsignaal. Dan hebben we hier een tweede ingang en dat is ook weer een XLR, maar die is daarnaast ook nog voorzien van een RCA. Dus wanneer je bijvoorbeeld een CD-speler wilt aansluiten, dan zou dat dus ook kunnen op, dat, uh, op dit aansluitpunt. Beide kanalen, dus beide de twee kanalen, hebben een eigen volumeregelaar hier aan de bovenzijde. En dan hebben we nog een tweedelige toonregeling voor het geheel, een hoog en een laag en een master volume. Hier vinden we de line-out die line-out gebruik je om naar bijvoorbeeld een tweede Onyx te gaan. Dus dan heb je maar één ingangssignaal nodig en kun je toch twee luidsprekers aansturen. Dat kan soms in, in een enkel geval heel handig zijn. Deze Divine Onyx 12A is voorzien van een kunststofkast en dat maakt hem ook zeer tilbaar. Hij weegt nog geen 15 kilo. Door de vier handvaten is hij makkelijk te tillen en makkelijk te vervoeren. En door de metalen gril. Dat er ook nog eens een keer heel netjes uitziet, worden in ieder geval de woofer en de tweeter goed beschermd. Dus wanneer je dit in de kofferbak van je auto legt, gooit of smijt, het maakt niet uit. Hij kan het wel hebben, want dat kunststof zorgt ervoor dat hij goed beschermd is in combinatie met die metalen grill. Als je hem op een statief wilt plaatsen, dan kan dat, want hij heeft aan de onderzijde een ingebouwd uh, statiefflens met een vergrendelingsknop. Dus wanneer je hem op een statief zet kun je hem strak vergrendelen, zodat hij er ook niet makkelijk vanaf kan. En daarmee wordt de veiligheid gewaarborgd. Als je op zoek bent naar een heel divers te gebruiken actieve luidspreker die ook nog eens heel betaalbaar is en voor de rest er keurig netjes uitziet, dan zou je eens dus kunnen kijken naar deze Divine Onyx 12a, de 12-inch versie. Als je meer informatie wilt over deze Onyx 12a, dan klik je hier of daar en dan kom je direct op de productpagina uit. Kijk even bij de accessoires, daar staan uh, zaken als luidsprekstatieven, aansluit, snoeren, noem maar op. En die bestel je net zo makkelijk mee als dat je de Onyx zelf bestelt. Dan heb je hem waarschijnlijk de volgende dag nog in huis. Zo simpel kan het gaan. Vond je dit een leuk filmpje? Dan hopen we dat je het blauw duimpje laat zien. Deel het met je vrienden en als je geen enkel filmpje meer wilt missen, word dan lid, of abonnee heet dat van ons YouTube-kanaal. Dan hoef je er geen eentje meer te missen. We zien je graag de volgende keer weer. Voor nu heel hartelijk bedankt voor het kijken.